De tijd die vliegt voorbij. En zeker ook de maanden. Zo langzaam maar zeker naderen we de winter. Ja, en wat is er dan toepasselijk om even een gesprek aan te gaan met Wilfred van Werven. Hij leidt Team van Werven. U kent het natuurlijk uit de schaatsmarathonwereld. Hoe is dat tot stand gekomen? Wilfred van Werven? Ja, laten we eerst beginnen. Wie is Wilfred van Werven? Ja, ik ben Wilfred van Werven, geboren en getogen in Oldebroek. Sinds een jaar of 9 woon ik in Nunspeet. Getrouwd met Marloes, 2 kinderen, een dochter en een zoon. En in het dagelijkse leven actief bij het gelijknamige familiebedrijf van Werven. Ja, voordat Wilfred van Werven in een bedrijf is gekomen, ging je eerst naar school. Dat was in Zwolle. Had je toen al het idee om zo langzaam maar zeker wel binnen het bedrijf terecht te komen? Nou, ik ben geboren in Oldebroek aan de Verlengde Looweg, waar nu het kantoor staat. In dat kantoor ben ik geboren. Dat was voor ons vroegere woonhuis. En als je als jongen opgroeit op een bedrijf waar trekkers en shovels en kranen rondrijden, dan is dat op dat moment zeker een droom. En ook in mijn ontwikkeling, als het gaat om de scholen en mijn vervolgopleidingen, zijn altijd gericht geweest op het gebied van infra, wegenbouw en grondverzet. Met als doel om in het familiebedrijf actief te gaan worden. Toen op dat moment nog totaal niet overzien op basis van waar je dan voor kiest. Maar dat is wel zo gelopen. Ja, je bent daar ingerold uiteindelijk, want En wat is er eigenlijk uitgekomen? De doelstelling die jij voor ogen had samen met de directie van Werven? Nou, mijn doelstelling als toen ik naar school ging, was het vooral leuk om trekker te rijden en met shovels rond te rijden. En dat was ook toen de manier waarop je keuzes maakte. Eenmaal van school af en na mijn stageperiodes ben ik bij Van Werven aan de slag gegaan. Nou, wij waren een familiebedrijf waarin mijn vader werkte en 2 ooms. Mijn vader was wel het type van, als je dan bij Van Werven komt werken, dan is het beter voor je eigen ontwikkeling dat je gaat werken voor een van mijn ooms, dus zijn broers. Ja, later ben je ook nog even naar Helderburg geweest, hè, om daar werkervaring op te doen. Klopt. Dus ik heb op diverse plekken stage gelopen, waaronder de gemeente Helderburg, maar ook bij aannemers. En eenmaal in het bedrijf ben ik daar aan de slag geweest, van stratenmaker tot machinist, afval sorteren en van alles wel gedaan. En ben ik door een samenloop van omstandigheden actief geworden bij Jan van Werven. En hij was op dat moment verantwoordelijk voor het afvalbedrijf. En ben daar als accountmanager, zoals dat tegenwoordig heet, toen vertegenwoordiger, op het gebied van afvalinzameling langs de weg gegaan voor nieuwe klanten. En dus ik had een infraopleiding en ik ben zo de afvalhoek ingeschoten. Ja. Dus voor ik het wist was ik vuilnisman. En dat heb ik met heel veel plezier ook toen gedaan. En nog steeds ben ik actief in die afvalmarkt. En ik durf te zeggen dat ik daardoor ook wel geraakt ben, gepassioneerd ben geraakt. Gaat het goed, hè? Ja, afval is een markt waar, als je ernaar kijkt vanuit de ontdoenen, dan moet je vanaf. En vanuit de manier waarop wij ernaar kijken is van, ja, wat kan je er dan nog mee? En daar liggen echt oneindig mogelijkheden. En dat is Van Werven ook niet uit het oog verloren. We hebben op diverse afvalstromen verschillende technieken ontwikkeld om dat goed te kunnen recyclen. Daar heb ik ook mijn steentje aan bij mogen dragen en daar ben ik trots op. En ook in de komende jaren zal daar nog veel ontwikkeling gaan plaatsvinden. En ik ben blij dat ik daar een onderdeel van mag uitmaken. Ja, naast je werkcarrière had je ook een sportcarrière. Want Wilfred van Werven komt uit de sportwereld, ook een sportfamilie. En jij pakte toen de draad op als zijspancoureur. Je bent nog kampioen geweest in 1994, kan me nog goed herinneren. Daarna kwam het wereldkampioenschap en toen kwam er een beslissing. Jij moest helaas stoppen met zijspancross. En dan kom je in één keer met een verrassing, want eigenlijk stond iedereen verbaasd. Team van Werven komt uiteindelijk met een schaatsteam. Vanwaar die keuze? Ja, zelf ben ik jarenlang topsporter geweest in de motocrosserij. Ik heb dat met heel veel plezier en passie altijd gedaan en ik heb in die tijd ook heel veel geleerd. Met name dingen geleerd over wat heeft een sporter nodig om maximaal te kunnen presteren. En ik heb zelf ook meegemaakt op welke wijze ik daar een invulling aan heb gegeven en op welke punten dat voor verbetering vatbaar was. Ik stopte uiteindelijk door allerlei fysiek lichamelijke klachten. Het was niet meer mogelijk om op het hoogste niveau te acteren. En dat was voor mij dan ook voldoende reden om te stoppen. Want voor mij was het maar één doel, dat was wereldkampioen worden.
Ja. Ik heb Nederlands kampioenschap behaald, Europees kampioenschap behaald, wereldkampioenschap 2x3. En ik had geen uitzicht op een wereldtitel vanwege mijn fysieke beperkingen. En ja, dat haalde mij de motivatie weg om daarmee verder te gaan. Omdat er nog andere dingen in mijn leven op stapel stonden waar er ook prioriteit was. Ja. Dus besloot ik te stoppen. Ik ben actief geworden in het bedrijf, zoals net verteld. En in die bedrijfsontwikkeling hadden we te maken met de crisis die in aantocht kwam. Bedrijven die onze opdrachtgevers die in mindere mate opdrachten voor ons hadden. Dus wij hadden meer naamsbekendheid nodig en tegelijk om te kunnen groeien. Om voor werkgelegenheid te behouden. Dus we hebben op dat moment, in tegenstelling tot in een hoogconjunctuur, geïnvesteerd in naamsbekendheid. Dat hebben we gedaan in de schaatsploeg. Na een aantal andere afwegingen is dat de schaatsploeg geworden. De schaatsploeg. Omdat vanuit jullie eigen kring of was het een advies van? Nee, dat kwam uit de eigen kring. We hadden vanuit de familie sterk de behoefte om in ieder geval met relaties wat te gaan doen. Te kunnen netwerken, maar ook op een andere manier in contact te komen met de relatie dan alleen over prijs en werk. Nou, René Ruitenberg was op dat moment met zijn team actief en als Oldenbroeks team. De schaatssport identificeert zich heel goed met ons type bedrijf en de cultuur die daar heerste. Dus wij zijn met René Ruitenberg in gesprek gegaan, zijn gekomen tot een samenwerking. En zijn 2 jaar actief geweest als hoofdsponsor van zijn ploeg. En daar hebben we 2 fantastische jaren meegemaakt in aanvang. Maar na die 2 jaar besloten we te stoppen. Ruitenberg had met een compagnon de visie om door te gaan groeien naar een ander concept. Dat concept dat is op zich ook een heel goed concept. Dat begrepen wij ook. Alleen de budgetten die daarmee samenhangen om dat mogelijk te maken, sloten niet aan bij hetgeen waar je wilde investeren in die sport en onze naamsbekendheid. Ja. En dat besloot ons om te stoppen. Altijd wel in contact gebleven met René. Maar uiteindelijk is dat niet levensvatbaar geworden. Dat betekent dat op het moment dat het niet levensvatbaar wordt, dat er een aantal schaatsers wel ondertussen verbonden waren aan dat nieuwe concept. Maar continuïteit was er niet, om financiële redenen. En Geert Plender was een van de schaatsers met wie ik, ik durf te zeggen, niet een heel warm contact had. Maar dat was wel een van de rijders met wie ik af en toe na een wedstrijd nog eens een keer evalueerde. Ja. En ook prettig kon evalueren. Een jongen waarvan ik, laat ik zeggen, wel een klik mee had. Hij belde mij op, zo in die bewuste zomer. Nu drie jaar geleden, dat de ploeg geen continuïteit had. Maar dat er wel een aantal sporters stonden te popelen om een prima seizoen te rijden. Ofwel als Van Werf een heroverweging wilde maken. Ja. Die heroverweging hebben we gemaakt. En we hebben wel gezegd, als we dat doen, moet het iets anders zijn. Dus niet het traditionele sponsoren. Geld geven in ruil van geld. Of van reclame, sorry. Maar bedenk nou eens iets anders. Mijn creatieve brein in samenwerking met Geert Plender hebben in ieder geval een concept op tafel gebracht. Met een gedachte vanuit de stichting. Een gedachte om geld in te zamelen voor goede doelen. Juist. En naamsbekendheid, sportsponsoring en die werelden bij elkaar te gaan brengen. Op dat moment nog niet tot in detail uitgewerkt, maar dat voelde wel goed. En wat het mooie daarvan was, dat eigen personeel daar ook bij betrokken is, hè? Nou, we wilden natuurlijk op verschillende fronten de win-win situatie. Het is natuurlijk hartstikke mooi als je zo'n ploeg sponsort en je kan het als uithangbord gebruiken voor reclame, maar tegelijkertijd ook als een soort interne motivator gebruiken. Als een metafoor, topsport, ja. Benadering, de wijze waarop je presteert, de wijze waarop je incasseert, de vechtlust. Maar ook de goede doelen waarbij je de ploeg kan gebruiken voor de weg ernaartoe. Wise and Safe for Kids, het schaatsen met werknemers op de Wise and Safe voor goede doelen. Het brengt gewoon een stukje samenhorigheid met zich mee. Sport verbindt, dat is de gedachte daarachter. Verbindt medewerkers aan de ploeg, medewerkers aan de goede doelen, maar tegelijkertijd ook klanten als het gaat om relatieavonden. Topsportbenadering zoals wij hem in het bedrijf ook hanteren. Wij zijn ook een professioneel bedrijf, benaderen onze markt ook professioneel en kunnen van elkaar leren. De schaatsploeg van ons, maar omgekeerd wij van de schaatsploeg. Ben jij ook de persoon die het team samenstelt van het Van Werven schaatsteam? Nou, vooropgesteld, als individu ben ik daar zeker een onderdeel van. Als individu op eigen titel doe ik eigenlijk niks alleen. Ik probeer zoveel mogelijk in samenspraak met op dat moment mensen die daar ook invloed op uit moeten oefenen in gesprek te gaan. In dit geval is dat natuurlijk met Geert Plender en als medebestuurslid en Tjaco Naakt geboren. Als penningmeester, want het is een krachtenveld, het is een begroting. Wat wil je investeren? Wat zijn er aan rijders beschikbaar?
Ja. Welke bedragen hebben we daarvoor over en kunnen we betalen? Want wij kunnen ook als stichting niet alles betalen wat soms op ons verlanglijstje staat. Dan moet je keuzes maken. En probeert door middel van die keuzes, in, ook met de know-how van Geert en de coach, niet te vergeten, en toen René Ruitenberg en op dit moment Roy Boeven, zeker de meest evenwichtige besluiten te nemen. Ik ben daar een onderdeel van. De onderhandelingen met de rijders doe ik, maar nooit op eigen titel. Hoe kijk jij naar de wedstrijden? Want afgelopen zaterdag, dan sta ik daar zo en dan zie ik Wilfred van Werven. Je leeft met volle teugen mee, ook in dat soort wedstrijden. Hoe beleef je dat zelf? Is het balen na verlies, na afloop? Of zeg je van nou, de volgende wedstrijd, dan zien we wel weer? Nou, dat sowieso. Ik kijk altijd naar de toekomst, maar ik baal wel als we verliezen. En niet winnen is voor mij verliezen. Zeker dit seizoen. We willen graag wedstrijden winnen. Dat is ook een van onze doelstellingen, om dit jaar 4 à 5 wedstrijden te winnen. Nou, we hebben 3 wedstrijden gehad. Eentje gewonnen en 2 verloren. Ja, ja. Het ging goed in Amsterdam, ging mis in Heerenveen. Ja. Ja, en we hebben nog heel veel wedstrijden natuurlijk. Maar het team is veranderd. Hè? De spirit van het team lijkt me anders te zijn dan de jaren daarvoor. Nou, in aanloop van het seizoen hebben we op een andere manier naar het seizoen toegewerkt. We maken een soort vliegende start. We borduren verder op het team wat vorig jaar voor een groot deel al aanwezig was. Ja. Jamate Heideman is daaraan toegevoegd als 6e rijder. Er zit natuurlijk een stukje investering in vorig jaar door René Ruitenberg en Martin van Hooijdonk. Dat nemen we nu mee als een soort vliegwieleffect. En Roy Boeven zijn inbreng als coach op dit bestaande team werkt positief. Hoe kom je daar aan, Roy Boeven? Ja, op een gegeven moment kom je in gesprek, ook naar aanleiding van het vorig seizoen, met de ploeg, met René Ruitenberg, over de schaatsploeg. René Ruitenberg als coach. Maar na 23 jaar aanrijder, 1 jaar coach, zijn er ook steeds meer andere dingen in het leven van René waar ook aandacht voor nodig is. Ja, ja. Waar ook veel waarde gecreëerd wordt door hem, waar ook ruimte voor moet komen. En onze visie daarin was gelijk. En dat betekent dat je op dat moment een andere situatie voor ogen hebt dan die op dat moment was. Je gaat dan samen op zoek naar een oplossing. Hoe kom je dan aan een nieuwe coach? Dat is nou, voor iemand die niet uit de schaatssport komt, zoals ik, dan ga je eens googlen. Zo is het dat dan. Ja, ja. En ga je eens, en dan ga je zoeken op gestopte schaatsers. Of dat soort zoekwoorden. En daar komen namen naar voren. En dat zijn dan vaak namen, met grote namen, maar die door leeftijd zijn gestopt. Er komen ook andere namen naar voren, jonge rijders. Ja, heel jong, hè? Die om andere motiverende redenen zijn gestopt, maar nog wel ergens een enorme drijfveer hebben om het succes wat ze zelf niet hebben kunnen halen. Tenminste, zo stelde ik mij dat voor. Ik ben zelf zo iemand, hè, die op geen net niet het hoogste niveau heeft gehaald, omdat er iets in mij was waardoor het niet lukte, fysiek. Maar nog wel altijd die drive hebben om dat ergens een keer een vorm van erkenning te gaan halen. En zo kwam ik op Roy. En ik ken hem niet. En in contact geweest met Geert. En Geert en Roy komt zo op een pad en via Google. En, hij komt, man van recht door zee, hè? Hij komt ook nog eens uit de buurt. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik ken hem niet, hè. Het was alleen maar Google gestopte schaatser. Ja, een naam. En dan uiteindelijk kwam Roy Boeven boven aan mijn lijstje te staan. Ja. Waarom weet ik niet, maar dat was zo. Met Geert in gesprek. Geert kende hem vanuit zijn schaatsverleden. Ja. En we zijn een gesprek aangegaan. En dat voelde goed. Het klikte. Maar je maakt wel een keus die best wel buiten de bestaande wegen genomen is. Maar daar hou ik wel weer van. Dat vind ik wel mooi. Zat er verbazing in het team van de keuze die Roy Boeven maakt? Hij is pas coach. We hebben 3 wedstrijden erop zitten. Er komen nog meer. Na dit gesprek nog veel meer. Maar is er geen verbazing bij de ploeg zoals Roy Boeven zich opstelt tegenover de ploeg? Keiharde beslissingen nemen. Want ik kijk eventjes naar links, ik kijk naar rechts, ik kijk recht vooruit, naar Deventer. Willem Hut staat aan een andere kant. Keiharde beslissing. Wat is jouw visie daarover? Een van zijn wensen was om het seizoen die we ingingen, KNSB, vorig jaar mochten we met 4 rijders rijden en dit jaar met 5 rijders. We hadden ook 5 rijders. Nou, je zou zeggen, dat is perfect, weet je, kunnen ze allemaal rijden. En Roy's visie was dat juist niet perfect, want er moet competitie zijn om opgesteld te worden. Er moet vormbehoud zijn. Er moet kwalitatief goed getraind worden. Trainingen zullen maatgevend zijn voor of je opgesteld wordt. Daar heb ik competitie voor nodig. Had heel duidelijk behoefte aan een 6e rijder.
de penningmeester zei, maar dat kan niet, we hebben geen geld voor. Nee. En toch moest het er komen. Dan kom je in gesprek met, dan kom je op een namenlijst, wat is er dan nog beschikbaar? Wat willen we? We zijn een regionale ploeg. Jan Maarten Heideman had nog geen ploeg. We zijn in gesprek gegaan met Jan Maarten Heideman. En die kreeg ook op dat moment het volle vertrouwen van Roy. Want hij wilde hem er ook graag bij hebben. Als een soort ruggengraat en ervaring. En rijden met ervaring in onze ploeg. En Jan Maarten Heideman, zij hebben ons ook altijd kwetsbaar opgesteld. Als het gaat om de haalbaarheid financieel. En ook Jan Maarten Heideman heeft daarin meegedacht. Als het gaat om het in contact komen met zijn netwerk. En al die werelden bij elkaar hebben ervoor gezorgd dat er een hele mooie ploeg staat. Waarin Roy zijn keuzes maakt op basis van kwaliteit. En die kwaliteit hebben niet altijd alleen maar te maken met schaatsen. Die kunnen of met de vorm of met andere zaken. Dat is een keuze die hij maakt. Ja. En dat betekent dat soms bijna altijd zuur is voor degene die opgesteld staat. Want echte topsporters willen rijden. Ja, klopt. Want de loopbaan van Werventeam is dit nooit voorgekomen op deze manier, hè? Nou, de seizoenen daarvoor hadden we ook wel rijders over. Alleen dan was het vaak zo dat de rijder die niet opgesteld was of niet in vorm of het was een blessure. En we hebben nu een beetje het geluk, aan de andere kant, voor de rijder die niet opgesteld staat, de pech, dat iedereen in vorm is. Ja. En dat maakt het zuur, hè? Want als je een blessure hebt of je zegt, nou, ik focus mij op de januari, februari op natuurreizen, dus ik hoef nu nog niet zo nodig, in mijn tijd komt nog wel. Ja, dan kan je andere keuzes maken, maar op dit moment wil iedereen zo graag rijden. Ja, en dan krijg je best wel, ook voor Roy, en dan kom je toch best wel, een donderdag beslissen wij wie er rijdt. Ja. En iedere donderdag mag je van mij aannemen dat het voor Roy een moeilijk moment is, want ja. Je moet iemand teleurstellen. De toekomstvisie van Werven Schaatsteam, hoe lang denk je dit te kunnen volhouden? We zien in de marathonwereld, heb je ook met ledenogen gezien, want dat zien wij dus met ledenogen, waar er vorig jaar nog meer dan 100 rijders in en aan de start staan. Nu afgelopen wedstrijden zo'n rond de 60, 65. Er is een daling in die wereld, hè? Ja, maar ik zie het, dat zie ik ook. Dat heeft alles te maken met economische haalbaarheid en geld. Dat is wel jammer dat dat zo is, maar er is een feit. Aan de andere kant zie ik ook iets heel positiefs. En dat is de mate waarin de marathonsport zich op dit moment profileert. De toegevoegde waarde van de sport is enorm. Ja. Ik denk dat de marathonsport de sport is die gaat overleven. Lange baan schaatsen staat hier en daar toch best wel wat onderdrukt als het gaat om de aantrekkelijkheid om ernaar te kijken live. Je ziet dat op dit moment een Kramer die afgelopen weekend een fantastische 10 kilometer rijdt, eigenlijk zegt bedankt dat Christijn Groeneveld uit de bandploeg hem is komen versterken, maar ook een Douwe de Vries. Ja. Dus de interactie tussen marathonschaatsen en lange baan schaatsen is enorm. De Koen Verweij, die bij TVM rijdt. TVM heeft dit jaar een marathonlicentie en zal ook diverse marathons gaan rijden. Dat is heel erg goed. Dat betekent ook dat wij met een schuin oog kijken naar lange baan. Als je het hebt over onze volgende stappen. Niet dat we dat zelf gaan doen, maar er ligt wel in mijn visie om een samenwerking op te gaan zoeken met de lange baanploeg. Waardoor we van elkaar kunnen leren. Wij kunnen lange baners beter maken en de lange baanschaatsers kunnen ons beter maken. Ja. En dus daar liggen best nog wel kansen. Als het gaat om de Bart Swings, dat is toch degene die Jorrit Bergsma, Christijn Groeneveld, dat waren drie namen die afgelopen zaterdag in Deventer reden. Er staan namen aan de staat van, heb ik jou daar? Wedstrijden zijn mooi, publiek is er veel, meer dan 2 jaar geleden. Ja, de aanwas van jeugd is wat ondermaats en onze visie daarop is dat wij ook dit jaar met een talentenploeg gestart zijn om voor aanwas te zorgen. Ja, mooi is ook een aantal uit de gemeente hier allemaal die hier actief zijn, Gerco van der Beek bijvoorbeeld erbij gehaald. Dat is hartstikke mooi. Nou, Gerco van der Beek is een jongen die ook zeker een kans verdient om zich te ontwikkelen. Ruben Wiebening uit Elburg. Nou, er zijn hier in de regio nog wel rijders die op dit moment niet aan onze ploeg verbonden zijn. Ik wil niet zeggen dat alle talenten aan onze ploeg verbonden moeten worden. Maar ze moeten in ieder geval de kans krijgen om deel te gaan nemen. Dus dat betekent dat er ook namen zijn die nog niet op het lijstje staan, maar wel op het verlanglijstje staan. Om te kunnen ontwikkelen in de sport. En ik zou het hartstikke mooi vinden dat als er over 5 of 6 of 10 jaar een talent uit deze regio de nieuwe Heideman wordt of de nieuwe Ruitenberg. Ja. En als ik dan achterom kijk en wij hebben als Van Werven en ik ook individueel daar een rol in gespeeld, dat zou ik trots op zijn. Wat is tot slot je wens? Ten aanzien van het schaatsen? Ja. Mijn wens is dat wij in 2014, 15, dus het volgende seizoen, het na-Olympisch jaar, de beste marathonploeg van Nederland zijn.
En dat krijg je voor elkaar. Nou, dat zou heel arrogant zijn om daar ja op te zeggen. Maar ik zou het vanuit de topsportgedachte moeten doen. Maar ik ben ergens ook wel weer een beetje bescheiden. Het lijkt erop dat kan. Als je kijkt hoe wij de afgelopen 2 jaar ons ontwikkeld hebben en wat er nu staat. Wel een enorme progressie gemaakt. Ja, maar ik durf te zeggen met beperkte middelen. Dus maar kun je die rijders vasthouden? Want de kabel zit op de kust vanaf de zijkant, hè? Nou, rijders hou je vast door en de vergoeding te geven die hun waarde vertegenwoordigt. Aan de andere kant heb ik ook gemerkt dat de rijders die dit jaar bij ons gebleven zijn, de Gerry Hekman, Willem Hutt, Geert Plender, dat zijn toch ook jongens die hebben gekozen voor onze filosofie. Ja. En die zijn niet voor de laatste of euro's, want er waren best wel verschillen in de biedingen, zijn toch bij ons gebleven. En dat maakt mijn verantwoordelijkheidsgevoel naar de jongens toe wel groter, en nog groter dan die al was, om hun ook maximaal te begeleiden. Onze trainingsfilosofie is heel erg goed, durf ik te zeggen. De wijze waarop wij de jongens begeleiden is goed. De wijze waarop wij ze faciliteren is goed. En de wijze waarop wij ze ontzorgen. Of het nou gaat om de boekhoudkundige kanten, of het nou gaat om de salarissen, of het nou gaat om de trainingen, of het nou gaat om de auto's. Die jongens kunnen sporten. En daarnaast hun baan overeind houden en ja, ook daar maximaal presteren. Want dat is namelijk geen topsport waarin je als professional 100% kan bestaan. Nee. Dat kan wel bij de BAM, maar dat kan niet bij onze ploeg. En dat is ook niet onze filosofie binnen de huidige mogelijkheden die we hebben om te betalen. Nou, Van Werf heeft na dit seizoen nog een eenjarige overeenkomst met ons als stichting. En we zullen op dat moment moeten gaan bezien van, gaat Van Werven daarmee verder in een hoofdsponsorschap of een co-sponsorschap of stoppen we ermee? En hebben we ondertussen misschien een andere sponsor gevonden om het te kunnen continueren? Ja. Ik zou me best voor kunnen stellen dat het ook zou kunnen draaien zonder Van Werven als hoofdsponsor. Doelstelling is 2015 een van de mooiste marathonschaatsploegen van Nederland neer te zetten die meer wedstrijden winnen dan 4. We willen volgend jaar gewoon echt een goede ploeg neerzetten. En nu meer afrekenen met de BAM, hè? Ja, want kijk achterom, we hebben 3 wedstrijden gehad. BAM heeft van de 3 wedstrijden 1 gewonnen en 2 de andere ploegen. Voor de marathonsport kan je het gewoon niet beter wensen. Het was ook niet goed geweest als wij nu alles gingen winnen. Het is ook niet goed als de BAM alles wint. Maar het is mooi voor de sport als er een niet voorspelbare winnaar uitkomt. En dat is nu 3 keer op rij gebeurd. En er zal nog meer gebeuren, denk ik. Nou ja, op het moment dat gebeurt, dan gaan de rijders weer naar 100, dan gaan we weer naar 100 mensen in het peloton toe. Dan is het weer aantrekkelijk voor sponsoren. Dan is het de voorspelbaarheid van de wedstrijd is er niet meer. Kijk, je bent afgelopen zaterdag zelf geweest. De sensatie van de afgelopen 10 ronden was enorm. Ja, geweldig. De desillusie van Van Werven was groot. We zijn strijdend ten onder gegaan. We hebben gevochten 105 ronden lang. Maar de wedstrijd duurde 20 ronden langer dan dat wij aankonden. Ja, ja. En we hebben verloren. Nou ja, en dat is dan ook mooi om te verliezen, toch? We zijn echt strijdend ten onder gegaan. We hebben niks laten liggen waar we wat hebben kunnen laten liggen. We hebben alleen een belangrijke slag gemist, maar niet alleen gemist. We zaten er zelfs bij. Ja, we konden niet bijhouden. Nee. Het was gewoon helemaal klaar met ons. Nou, dat is mooi om te verliezen. Ja. Dan is verliezen zelfs in relatie tot wat de marathonsport nodig heeft, heel goed. Het zijn mooie woorden, Wilfred. De mooie woorden waar ik mee aansluit is dat het schaatsteam mooi past bij vanwerven.nl. Duurzaam ondernemen met mensen en techniek. Dat klopt. En wij zetten ons ook inderdaad in voor een duurzame wereld. Nou, wat heeft te maken met duurzaamheid is opwarming van de aarde, CO2-reductie. Wij als Verwerven zijn 10 keer CO2-neutraal door al onze activiteiten. We kunnen alleen maar onze klanten en al onze omgeving uitnodigen daarover na te denken. En alleen als dat lukt, zal ook natuurreis behouden blijven. En kunnen we blijven schaatsen. Heel goed. Dankjewel voor deze woorden. En veel succes nog met team.